zijn ontzettende aanhang. Waar komt u voor? Ik kom voor de gezelligheid. En die vindt u hier altijd? Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Oké. Welke vrijwilligers? De vrijwilligers van kleurrijke scholen. Op mijn school heb ik ook superouders die zich inzetten voor de gemengde school. Okay. En wie is mijn school? De Vlindervallei. Oh, kijk aan. Mijn school is de Spectrum. Okay. Ja. En u, meneer? Ik ben van de Wiekslag. Van de Wiekslag. Ja. En u komt ook hier vrijwilligers huldigen? Elke vrijwilliger mag wat mij betreft gehuldigd worden. Ja, ja. Van het filmhuis tot en met kleurrijke scholen. Maar en heeft u er voor vanavond specifiek één in gedachten waarvan u zegt, nou, als dan nou iemand gehuldigd moet, dan... Nou, ik ben bijvoorbeeld voorstander voor segregatie. Voor segregatie. Oh. Kijk aan. En u? Wat ja? En bent u ook voor segregatie? In het onderwijs, hè? Voor de duidelijkheid. Nee, ik ben tegen segregatie. Oké, en daar gaan we vanavond over discussiëren, heb ik weet het niet zo zien. Nou, als ik het zo hoor wel. Nou, ik voer hierheen een actie van D66 die een prijs gaat uitreiken, althans een prijs, een aanmoediging aan een oudercomité die allerlei dingen doet om scholen meer te mengen, om allerlei soorten bevolkingsgroepen meer met elkaar in contact te brengen. Gaat het lukken? Nou, dat uitreiken, dat gaat wel lukken. Maar het mengen? Dat gaat altijd lastig, omdat er natuurlijk veel oordelen, veel vooroordelen zijn. Maar op het moment dat je, als je het vrijwillig doet en met de goede argumenten komt, dan moet dat kunnen lukken. Wij zijn niet als D66 voor verplichtingen. Ik wou net gaan vragen, wat gaat D66 daaraan doen? Precies, daar wilde ik het al net over. Daar was je wel bang voor dat ik die vraag niet. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet bang voor. Ik ben zeer voor dit soort initiatieven, omdat ze uitgaan van vrijwilligheid. Kijk, ouders moeten zelf kunnen uitmaken naar welke school ze hun kinderen sturen. Dat geldt voor ouders van oorspronkelijk Nederlandse komaf, maar ook van autochtone komaf. Maar het is goed om mensen elkaar te laten ontmoeten. Hè. We hebben heel veel meningen over elkaar. En het beste is dat je elkaar ook een beetje leert kennen. Ik ben hier bij een initiatief, althans een initiatief te ondersteunen, wat midden in de belangstelling staat op dit moment. Aankomende woensdag ga ik samen met allerlei andere Kamerleden in debat met minister Van Bijsterveld van Onderwijs, die vorige week een interview heeft gegeven over zwarte scholen, zoals dat in de volksmond heet. En zij zei daarover, ja, daar moeten we maar niet zoveel meer aan doen, dat is niet zo'n probleem. Dat. En ze zei, zwarte scholen zijn op zichzelf niet een probleem. Ik heb daarop gereageerd van, ja, je hebt een punt. Want het feit dat iemand een andere huidskleur heeft, dat doet er eigenlijk helemaal niets toe. Dat zegt helemaal niets. Je hebt scholen, je hebt leerlingen die een andere kleur hebben, een andere etnische achtergrond hebben. En dat fantastisch doen op school. Dus ja, dan doet die kleur er toch helemaal niets toe eigenlijk. Maar ik denk, en ik heb zelf in de commissie Dijsselbloem gezeten, die onderzoek heeft gedaan in de Tweede Kamer, naar de kwaliteit van het onderwijs. En dat blijkt gewoon uit wat we eigenlijk allemaal aanvoelen. Een goede docent en goed aandacht voor een individueel kind is altijd goed. Is altijd het meest doorslaggevende bij het geven van goed onderwijs. Dat is het allerbelangrijkste. Maar daarnaast is er ook nog iets wat misschien niet zozeer met de onderwijsprestaties te maken heeft, maar wel met hoe je in het leven staat en hoe je in de samenleving staat, namelijk dat je elkaar kent. We moeten niet gaan mengen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, want daar heeft het volgens mij niet zoveel mee te maken, maar wel de kwaliteit van de samenleving. En dat je elkaar een beetje kent. En dat is de reden waarom D66 in Amersfoort, en voluit gesteund door mij, heeft gekozen om dat initiatief, het oude initiatief, in het zonnetje te zetten. We hebben daar niet enorme grote prijzen voor. We hebben wel wat bonnen, geloof ik, dat wel. Maar we hebben vooral een roos, want het gaat toch een beetje over de liefde. Uiteindelijk is de liefde de doorslag in de samenleving. Geeft de liefde de doorslag in de samenleving. Daarom doen we het ook op Valentijnsdag. Zal ik ze aanreiken? Rijk jij ze maar even aan. De laatste keer dat ik rozen aan een dame heb gegeven, dat is alweer een tijdje geleden. Alsjeblieft, dankjewel. Alsjeblieft, en dankjewel. Ook een ouder, kijk eens aan. Alsjeblieft, dankjewel. Goed zo. Alsjeblieft, bedankt. En dankjewel. Alsjeblieft, en dankjewel. Alsjeblieft. Zo veel ouders hier. Alsjeblieft, en dankjewel. Zo, alsjeblieft. Dankjewel. Zo, alsjeblieft. Vindt u zwarte scholen een probleem of vindt u segregatie een probleem? Dan zegt 90%
Nou, mevrouw Van Bijsterveld noemt steeds 85%. Ik wil van die 5% af zijn. Ja, dat vind ik wel een probleem. En het aardige van dat onderzoek van Karsten is dat hij heeft doorgevraagd. En die heeft gevraagd, wilt u iets van uw keuzevrijheid inleveren om te helpen dit wat u ook een probleem vindt, om dat op te lossen? En dan zegt 90% nee, dat wil ik dus niet. Hij heeft het ook aan directeuren gevraagd. Vindt u zwarte scholen een probleem? 90% van de directeuren van de scholen vindt, zegt zwarte scholen een probleem te vinden. Maar ook 90% wil niet inleveren op de vrijheid om een eigen toelatingsbeleid te voeren op school. Dus dat geeft al meteen het dilemma aan, zeg maar aan de ene kant het algemeen maatschappelijke probleem en aan de andere kant de eigen bereidheid om daar iets aan te doen. Hoe meer doelgroepen er op een school zitten, hoe lastiger het wordt voor een school om die doelgroepen te bedienen. En eigenlijk zou het helemaal niet moeten hebben over allochtoon of over autochtoon of over wit en over zwart. Het gaat hier over taalachterstand of een culturele armoede of een cultuurachterstand of wat. En het is, dat loopt door wit en door zwart en dat heeft niks met kleur te maken. En zolang wij gaan denken over de problemen in het onderwijsland langs etnische lijnen, zijn we verkeerd bezig en graven we als samenleving ons eigen graf. Maar is het nou zo, kijk, gemengde school, je hebt van alles natuurlijk daar rondlopen. Je hebt daar mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaam. Allemaal mensen met een verschillend soort taalprobleem. Je kan alsof leren alleen door de leerkracht en het geven van onderwijs plaatsvinden. Juist in een samengestelde schoolbevolking, waar kinderen het meeste leren, is 20% onderwijs. 20% komt door intellect, 60% door omgeving. Juist door een homogene omgeving voor het kind te creëren, vindt daar ook heel veel taalontwikkeling en voortgang plaats. Heterogene samenstelling. Als ik mijn groep indeel op de resultaten van rekenen en wiskunde, staan ze door elkaar. Als ik ze vergelijk op taalgebied, staan ze door elkaar. Er zijn Marokkaanse kinderen van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, die met meer woordenschat binnenkomen dan onze Nederlandse kinderen. Dus het enige wat ik moeilijk vind aan de discussie is het begrip autochtoon. Het begrip allochtoon is bedacht door de autochtonen. En om dat te gebruiken om de kinderen in te delen. Op alle gebieden, het is op alle gebieden. Als ik kijk naar de groep 6 tot en met 8. Naar welke kinderen weten het meest van de Nederlandse samenleving of van de Nederlandse geschiedenis? Dat kan ik niet scheiden tussen van oorsprong Nederlandse kinderen en van oorsprong...